Dag allemaal, ik ben hier met Awin uit de B52 Club. Kunnen jullie feedback geven van jullie concert dat ik helaas gemist heb? Het was het eerste optreden sinds lang. Het was wel leuk om nog een keer op podium te kunnen staan. Hè. Dus ja, dat is het eigenlijk vooral. Het was leuk om weer een keer op podium te kunnen staan met volk erbij. En anders is het altijd maar repeteren en, met de lockdown. Maar ook wanneer is buiten. Dus, ja. Voor mij is het ook leuk om feedback te krijgen. We hebben eigenlijk nog niet zo heel veel opgetreden. En steeds opnieuw krijg je nieuwe mensen die opmerkingen geven. En we kunnen enkel maar verbeteren daaruit. Zou je kunnen een biografie geven van de band? Wanneer zijn ze gestart? Waar zijn ze gevestigd? Wat zijn uw invloeden van de band? Eigenlijk repeteren we altijd in een korte mark bij Bart thuis. We zijn eigenlijk al in 2010 ongeveer gestart. We kennen elkaar als vrienden. Bart is iemand die heel graag componeert. En ik speel accordeon, maar ik had dat ook een lange tijd niet gedaan. En ik wou daar ook eigenlijk iets alternatiefs mee doen. En eigenlijk samen hebben we dan gezocht naar een alternatieve manier om met de accordeon om te gaan. En van invloeden, die zijn eigenlijk heel uitgebreid. Dat gaat zowel over klassiek als folk, als rock, als gewoon pop. waarbij dat we altijd, zou ik zeggen, wel vanuit een originele hoek proberen te komen. En niet zo, zou ik zeggen, standaard willen uitvoeren. We willen het op een alternatieve manier uitvoeren. Hebben jullie ook indirecte invloeden? Ik kan mij voorstellen, bijvoorbeeld een film, een boek dat inspiratie heeft, maar dat in feite niet hoorbaar is in de muziek, maar dat u wel energie heeft om een nummer te schrijven of te componeren? Ja, wel, wij zijn nu, ons album dat we nu gemaakt hebben, dat vorig jaar afgewerkt is, is eigenlijk gebaseerd op tarotkaarten. Dat ons natuurlijk ook wel indirect beïnvloed heeft qua muziek, omdat je qua inhoud de muziek wil proberen te maken die erbij past. Als dat dan inhoudelijk meer gaat over iets dat, zou ik zeggen, serieuzer zou klinken, dan gaat de muziek ook serieuzer klinken, gaat dat meer zwaardere muziek zijn. Als dat meer vrolijke inhoud is, gaat dat ook, de muziek ook meer vrolijk klinken, meer volkgetint zijn enzovoort. Ja. Dat is eigenlijk de basis. Hebben jullie ook een artwork in de stijl van dat onderwerp? Of heb je totaal iets anders voor het album? Van artwork? Ja. Voor het artwork zijn we eigenlijk te raden gaan bij een kunstenaar van Lichtervelde. Het is eigenlijk heel abstract ook, zijn werk. Waardoor dat, het grafische aspect, dat stond ons meest van al aan, eigenlijk, ja. De video dat we gebruikt hebben, inderdaad. We hebben nu met de projectie. We hebben vooral veel beelden gehaald uit natuurelementen. Die ook heel sterk verbonden zijn met die tarotkaarten en die verhalen erachter, en die betekenissen erachter. Hè. Ja. Dan kom ik bij een vraag dat ik aan iedereen stel op mijn YouTube-kanaal. Veronderstel dat je op een verlaten eiland zit, hebt geen radio, geen tv, geen internet, enkel een cd-speler of een platenspeler. En op dat verlaten eiland moet je maar 3 albums meenemen. Welke 3 albums zouden elk van jullie, en jullie zitten op een apart eiland, meedoen? Ja, ik wil wel beginnen, omdat ik vind dat een hele moeilijke vraag.
Ja, ik heb heel, ja, een brede muzieksmaak. Dus ik vrees dat ik geen concreet antwoord kan geven. Ja. Voor mij heel concreet qua plaat, eigenlijk ook niet. Maar wel misschien meer van... ik zou eigenlijk drie verschillende tijdsperiodes een plaat kiezen. En dat is één uit de Renaissance periode. Eén uit... misschien de jazzperiode. En heel hedendaags experimenteel alternatieve plaat. Kan je dat iets meer concretiseren? Ik heb het dan over renaissance muziek, meer koormuziek van de Vlaamse polyfonie. Vanuit de jazzperiode. Coltrane. Dus daar een plaat van kiezen. En vanuit de hedendaagse periode. Dat is wel moeilijker. Dat ik het eigenlijk niet echt weet. Ik zal dat zo meteen verder zoeken. Ja. Oké, dan hebben jullie, behalve dan de album dat uitkomt, ook nog andere plannen voor de nabije toekomst. Dus het album, is het al gepland wanneer het precies zou uitkomen? Of bij welk label? Het album is eigenlijk vooral in eigen beheer uitgebracht. Dat is vorig jaar al gebeurd. Maar door de corona is eigenlijk alles in het water gevallen qua optredens om dat te promoten. We moeten eigenlijk nu opnieuw starten. Dus daarom dat we eigenlijk hier ook nu vanavond eigenlijk proberen weer van start te gaan. Verdere plannen, dat is eigenlijk nieuwe nummers schrijven ook. En verder experimenteren en dat is het eigenlijk. Om het interview af te sluiten, want kort houden, want de band die na je speelde zouden ook nog graag geïnterviewd worden. Het is al laat. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Iets dat je echt een onderwerp dat je zelf wilt toevoegen of iets dat je wil zijn aan de kijker? Ja. Ik denk, wij gewoon heel vaak dat we niet onder te verdelen zijn in de genre. En vandaar hoop ik wel dat mensen toch geboeid blijven om op zoek te gaan naar nieuwe dingen. Daar kan ik eigenlijk alleen maar mee hetzelfde van zeggen. Dikwijls is het probleem van muziekgroepen dat zijn vakjes onderverdeeld worden. Terwijl dat niet altijd hoeft. En het juist heel interessant kan zijn om er buiten te staan. Allerlaatste vraag. Als fan een album van jullie wil bestellen, is dat rechtstreeks bij jullie? En ook waar kunnen de mensen jullie vinden online? Op een website of YouTube of Spotify of overal? Wij hebben een Bandcamp pagina. Waar je gewoon zoekt naar Awin. Dan ga je er wel op geraken. En op mijn eigen website is er ook een pagina. Dat is op smiltanje.be. En daar kun je ook een pagina terugvinden over ons. Oké, dankjewel. Dat is alles voor vandaag. We zijn toch al aan 9 minuutjes geraakt. Bye bye. See you.